Goedemorgen, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Jeruzalem Kids. Bij deze aflevering hoort weer een werkblad. Die kun je downloaden op de site. Als je dat nu snel doet, dan ben je nog op tijd. Eeuwen zijn mensen al bezig met het reizen door de tijd. De tijdmachine, cool! Als ik kon tijdreizen, zou ik naar de tijd van de Egyptenaren gaan. Professor, ja? Zou u ons kunnen brengen naar de tijd waarin Petrus door Jezus vergeven werd? Als ik een tijdmachine had, was ik naar de tijd van de dinosauriërs gereisd. Hallo allemaal, welkom bij het Jeruzalem Kids. En vandaag gaan we weer een geweldige dienst met jullie beleven. En we zijn super blij dat jullie thuis ingeschakeld zijn om bij ons te kijken. En wij bidden dat de Heere God je hart zal verwarmen met liedjes, met het toneelstuk. En dat je blij zal worden deze dag. Blij om iets van de Heer Jezus te ontdekken. En daarvoor moet je je hart een beetje open doen om echt Hem te leren kennen. Want dat is wat wij als Jeruzalem Kids willen, dat jij Jezus zal leren kennen. En daarom gaan we heerlijk zingen, want daarin is alles mogelijk voor wie gelooft. Ook heb je nog maar zo'n klein beetje geloof. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Amen. Zeker weten. Toch de boer? Yes. Let's do it. Komt-ie. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Voor wie in hem gelooft. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk, alles is mogelijk, voor wie in hem gelooft. Wat mensen zelf niet kunnen, is mogelijk bij God. Dus vraag om hulp in elke moeilijkheid. Waar je ook mee zit, problemen groot of klein, hij zal je helpen, nu en voor altijd. Alles is mogelijk, alles is mogelijk, alles is mogelijk, voor wie in hem gelooft. Alles is mogelijk, alles is mogelijk, alles is mogelijk, voor wie in hem gelooft. Wat mensen zelf niet kunnen, is mogelijk bij God. Dus vraag om hulp in elke moeilijkheid. Waar je ook mee zit, problemen groot of klein, hij zal je helpen, nu en voor altijd. Want in de Bijbel, in de Bijbel staat geschreven, twijfel niet, geloof in mij, dan gaan er wonderen gebeuren, want groot en sterk is hij. Alles is mogelijk, alles is mogelijk, alles is mogelijk. Ja. Voor wie in hem gelooft, alles is mogelijk, alles is mogelijk, alles is mogelijk. Voor wie in hem gelooft, alles is mogelijk. En zo is het, want alles is mogelijk voor wie gelooft. En weet je, als je dat gelooft, dan mag je op een gegeven moment leren dat hij jouw redder is. Jouw redder die je van alles verlost. Zullen we het zingen met elkaar? Yes! Hij is mijn redder, hij maakt mij vrij. Hij is de allerbeste vriend aan mijn zij. Hij geeft mij vrede, hij maakt mij blij. Waar ik ook ga, hij is altijd bij mij. Hij is mijn redder, hij maakt mij vrij. Hij is de allerbeste vriend aan mijn zij. Hij geeft mij vrede, hij maakt mij blij. Waar ik ook ga, hij is altijd bij mij. Waar Jezus is, daar wil ik zijn. Dicht bij hem, daar is het fijn. En elke dag dan roept hij mij. Ik hou van jou, kom dichterbij. Dan sta ik op en ga achter hem aan. En weet dat ik nooit meer alleen zal gaan. Hij
bent mijn redder, hij maakt mij vrij. Hij is de allerbeste vriend aan mijn zij. Hij geeft mij vrede, hij maakt mij blij. Waar ik ook ga, hij is altijd bij mij. Waar ik ben, daar wil ik zijn. Dicht bij hem, daar is het fijn. En elke dag dan roept hij mij. Ik hou van jou, kom dicht bij mij. Dan sta ik op en ga achter hem aan. En weet dat ik nooit meer alleen zal gaan. Oké, luchtgitaar! U bent mijn redder, u maakt mij vrij. Hij is de allerbeste vriend aan mijn zij. Hij geeft mij vrede, hij maakt mij blij. Waar ik ook ga, u bent altijd bij mij. Waar ik ook ga, u bent altijd bij mij. Waar ik ook ga, u bent altijd bij mij. En zo is het. U bent altijd bij mij. En ik ben benieuwd wat we vandaag gaan meemaken met Harry Warg. Weer een dag van school overleefd. Zeg dat wel. Het lijkt wel alsof alle saaie en vervelende mensen op school werken. Precies. Dat verklaart ook waarom pap en mam op school werken. Gelukkig hebben ze een prachtige dochter om dat weer goed te maken. Ik denk dat je bedoelt prachtige zoon. Ik ben namelijk veel... Oh nee... Sorry. Ja, heel leuk. Hier, laat me je helpen. Ah. Oh, nee, geen zorgen. Het gaat goed, toch? Ik heb het niet over haar. Mijn boeken. Ze liggen allemaal op de grond. Maar ze kon er niks aan doen. Het was mijn schuld. Ik heb ook helemaal niks aan haar. Ruim mijn boeken op en zorg dat ze er morgen weer uitzien als nieuw. En geef je dan helemaal niks dat ze is gevallen? Ik bedoel, anders draag je de boeken toch zelf? Ja, jullie zijn toch vriendinnen? 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 Op vriendinnen kun je bouwen. Die laten je niet vallen. En ook je boeken niet. En trouwens, waarom zou ik aan haar vragen hoe zij zich voelt? Ze geeft toch geen antwoord. Morgen geef ik haar weer een kans. Morgenochtend 8:30, mijn huis. Kom niet te laat. Oh ja, en neem lunch voor me mee. Je moet je niet zo laten behandelen. Je moet een keertje terugpraten, weet je. Hoe heet je eigenlijk? Het maakt niet uit. Ik ben Safira en dit is mijn broer Tobias. Wil je niet een keer met ons mee? Kom mee, het wordt leuk. Hey, Ducky. Best friends forever. En laten we een selfie maken voor onze Insta. Yes. Even kijken, telefoontje bij de hand. Ben je klaar voor? Ja, professor. Komt-ie. Even kijken. 1, 2, 3. Duckface! Professor, wat bent u aan het doen? Nothing to see here. Laat maar. Maar Tobias? Safira? Wie is dat? Dat wou ik dus net gaan vertellen. Dat is onze nieuwe vriendin. En vandaag op school stootte iemand per ongeluk haar boeken om. Jij stoot haar boeken om. Oké, ik stootte haar boeken om. En nu hebben we haar meegenomen om te laten zien hoe eigenlijk goede vrienden met elkaar omgaan. Ik raak wel een beetje geëmotioneerd. Oh, dat doet me een beetje denken aan vroeger. Toen ik ook zo gepest werd. Dat doe jij niet, hè, Ducky? Nou, genoeg daarover. Jongens, laten we een tijdreis gaan maken. Ja! Kijk, ik doe onderzoek naar koningin Esther. Wie is koningin Esther? Dat zal ik je vertellen, Ducky. Esther was koningin van Perzië. En nog niet zo lang geleden... is er een bladzijde uit haar dagboek door archeologen opgegraven. Ja, en dat is niet zomaar een dagboek. Daarin schreef ze allerlei geheimen. En die geheimen die werden opgeschreven in geheimschrift. Ja,
En om dat te ontcijferen heb je twee ringen nodig. Kijk, lieve kinderen, dit bedoel ik. Hebben jullie dat ook ontvangen? Deze ringen, daar gaat het om. Maar, mijn twee ringen, die ik nu heb, die zijn helemaal versleten. Die kan ik helemaal niet gebruiken. Dus mijn idee is om terug te gaan in de tijd van koningin Esther. En dan die twee ringen te pakken en de tekst te ontcijferen. Gaan jullie mee? Ja. Dan gaan we. Kom mee. Ik zal hem instellen. Zo. Kijk eens. Hou je vast. Jij ook. Kabinet Lubbers-Pok beëdigd. Koudere lucht met een noordenwind. So good! En het geloof moet weer van ons worden, van de gewone mensen. Is het niet het paleis van koning Nebukadnezar? Ja, gingen we niet naar het paleis van koningin Esther? Nou, dat klopt. En inderdaad, Safira, dit is het paleis van koning Nebukadnezar. Alleen, de tijd waarin wij zijn aangekomen, leeft die beste man niet meer. Ja, na zijn tijd, na zijn regeerperiode, kwamen de Perzen binnenvallen. En weer verder, daarna kwam er een nieuwe koning op de troon zitten. Ahasveros. Ja, en daar zijn we nu. Precies zoals Daniël had geprofeteerd. Precies. En we zijn nu in de slaapkamer van Esther. Ik zie het dagboek. Dan moeten de ringen ook hier in de buurt zijn. Jongens, kom mee, zoek. Oh nee, er komt iemand aan. Snel, nou. Verstop je. Even kijken. De dagboek. Dan moet het hier zijn. Hé, wacht eens. Het zit in het tapijt. Ah, 1 en 2. Oh, wacht even. Snel, ik moet me verstoppen. Help. Zo. Niemand die me ziet. Eindelijk. Vandaag is de grote dag. Een jaar lang heb ik me... Elke dag hebben ze me in een bad met olie gedompeld. Hebben ze me ingesmeerd met parfums en mijn haar gekamd. Allemaal voor deze dag. Deze dag dat ik de koning mag ontmoeten... En oh, ik ben zo benieuwd. Zo benieuwd hoe hij is. Oh, je hoort prachtige verhalen over hem. Je hoort prachtige verhalen over hem. Dat hij zo knap is. En dat hij zo lief is. Maar vandaag ga ik hem ontmoeten. Oh.
En vanmorgen toen ze het me vertelde, zei ze... Oh, neem allemaal geschenken mee. Neem allemaal sieraden mee, want dan heb je het nodig. Want dan ben je extra mooi. Maar mijn oom zegt altijd dat echte schoonheid van binnen zit. En ik geloof hem. Echte schoonheid zit van binnen. En nu is het tijd om naar de koning te gaan. Oh, ik ben zo benieuwd. Professor, heeft u gevonden waar u naar op zoek was? Nou, mijn rug. Ah. Zo. Ja, jongens, kijk eens. Kijk eens wat ik hier heb. De ringen. Die ringen. Hier gaat het om. Deze had ik nodig. Ze zaten in de tapijt. Ik keek er gewoon overheen. Maar ik heb ze. Alleen, ik weet even niet hoe ik ze moet gebruiken. Eens even kijken. Zo. Ja, jongens. Eens even kijken. Hey. Geniaal. Het staat op de kaft van het dagboek. Kijk. Wauw. De twee ringen passen in elkaar. Ja, dat klopt. Probeer het maar. A op A. Dat doe ik. Draai de binnenste ring 5 keer naar rechts. Nou, dan gaat hij. 1, 2, 3, 4, 5. En dan buiten wordt binnen. Zo moet je beginnen. Wauw. Volgens mij komt de koningin er weer aan. Snel, verstop je. Hey, wat doen jullie, jongens? Nee, ja. Nee, ja. Zo. Wat een heerlijke dag. Hij is zo geweldig. Hij is knap en hij is, ja, alles, alles wat je in een man zou willen. En hij heeft mij uitgekozen. Mij uitgekozen uit alle vrouwen. Wie had dat gedacht? Mij, Esther. Koningin Esther. Wauw. Wat een dag. Hè? Hè? Die had ik daar niet op geborgen. Er is een indringer. Dat moet wel. Maar mijn geheim kan niet bekend worden. Dat kan echt niet. Ik moet het paleis wel waarschuwen. Oh nee. We moeten hier snel weg. Professor, kom. Zo. Jongens. Waar zijn mijn ringen gebleven? Ik had ze net nog. Professor, we moeten gaan. Ja. Die halen we. Kom, we moeten erachteraan. Oké. Eindelijk is de dag aangebroken. Wat ben je mooi. Kijk. Speciaal voor jou, koningin Esther. Kom, mijn liefste. Mijn Esther, mijn nichtje. Wie had ooit al gedacht? Een koninklijke bruid. De dag dat Esther bij me kan wonen, herinner ik me nog zo goed. Het was een stormachtige avond. Ik zat mijn haar vuurd uit de Torahrol van Mozes te lezen. Plotseling werd er hard op de deur geklopt. Het was de hoge priester uit de tempel. Het verschrikkelijk nieuws. Mijn oom en zijn vrouw waren gestorven. Hij deed een stap opzij en dan zag ik hun dochter Esther staan. Haar ogen stonden verdrietig. En de pijn van het verlies van de ouders was in haar gezicht te zien.
De hoge priester vroeg mij om voor haar te zorgen. Mijn eerste reactie was: ik? Maar dat kan ik helemaal niet. Ik keek naar Esther en zag hoe mooi zij was. Zij had iets lieflijks over zich. God sprak op dat moment tot mijn hart om haar in huis te nemen. Want dat was onderdeel van haar, van zijn plan voor haar leven. Hé, hey, wat moet dat? Zomaar tegen mij aanlopen. Haman, de machtigste man van de koning. Buig voor mij. Voor jou? Dat ben jij wel niet. Dat zeg ik net. Een hele belangrijke man van de koning. Ja. En als ik zeg buig, dan bedoel ik ook buig. Buig! Die denk je wel niet dat je bent. Ik weet dat u mij altijd zal beschermen, heer. Die Joden, die Mordecai. Wat een misselijke kerel is dat. Hij zit me uit te dagen. Maar wie denkt hij wel niet dat hij is, maar tegen wie hij het heeft? Ik moet die man een lesje leren. Ik moet dat volk een lesje leren. Dat koppige, rare volk met hun eigen wetten en regels. Ik heb een idee. Ik moet hun in hun hart raken. Ik moet ze pijn doen. In hun trots. Ja, dat is het. Maar hoe? Maar hoe? Ik weet het. Ja, ik moet ze hard raken. Hun God. Ja, hun trots is in dat volk. Dat is die God. Wacht maar. Ik zal ze krijgen. Haman! Haman, waar zit je? Oh, daar ben je. Wat sta je nou te lachen? Ik moet dringend wat zaken met je bespreken. Hoogheid. Wat een geweldig moment dat u komt. Ik wil nodig wat met u bespreken. Ik heb namelijk een nieuwe wet in gedachten. Kom, laten we dit in de raadskamer bespreken. Kom snel mee. Ik wil weten wat Haman van plan is. Kom! Stoute kat! Kom naar Ducky! Nee, geen Ducky! Luister, volk van Perzië en omstreken. Hier is een volk aanwezig, de Joden. Met hun eigen regels, met hun eigen wetten en met hun eigen God. En deze wet luidt als volk, door de koning bezegeld. Op de 13e dag van de 12e maand Adar zullen alle Joden worden vernietigd. Iedereen mag hun vernietigen! Ik moet Esther waarschuwen. Ik heb een brief ontvangen. Een brief van mijn oom. Ja, en ik spreek hem niet zo vaak natuurlijk. En ik hoor niet zo vaak van hem, want het is eigenlijk een groot geheim dat hij mijn oom is. En ik krijg natuurlijk ook niet zo goed mee wat er allemaal gebeurt. Dus ik vind het altijd heerlijk als ik brieven van hem ontvang. En ik heb er weer eentje. Esther, mijn lieve Esther. Ik heb altijd geweten dat God een bijzonder plan met jouw leven heeft. Maar vandaag weet ik het zeker. De koning heeft een nieuwe wet bezegeld. In die wet staat dat op de 13e dag, op de 12e maand Adar, alle Joden worden gedood. Jij moet naar de koning gaan om hem te vragen deze wetten te veranderen. Ja, maar dat kan niet. De Joden gedood? Ik kan toch niet zomaar naar de koning gaan? Ongevraagd, en dan maak ik de koning te schande. Hij zal me direct doden. Dat kan ik niet doen. Nee, dat kan ik niet doen.
Hey. Gooit iemand nog een brief naar binnen? Esther, vergeet niet waar je vandaan komt. Jij bent een Jodin. Ook jij loopt gevaar als iemand achter je ware identiteit komt. Denk niet, omdat jij de koningin bent, dat je dit alles zal overleven. Als jij niet gaat, zal God een ander sturen. Want hij is getrouw. God heeft jou geroepen. Ga in zijn kracht. Ja, God heeft mij geroepen. Ik ben voor deze tijd geboren. Ik weet het zeker, maar ik heb daar geen kracht voor. Ik ga bidden. Ik ga vasten. En ik ga doen waar de Heere God me voor heeft geroepen. Dat ga ik doen. Oh, lief katje. Zometeen gaan alle Joden eraan. Precies zoals in de wet geschreven staat. Koning, wat een geweldige wet heeft u toch bedacht. Wat bent u toch een verstandige koning. Ja. Ach, zo is het, Haman. Hey. Verstandige besluit. Hey, dat is koningin Esther. Esther. Maar heer, u heeft haar niet geroepen. Dat is een schande voor u, net als Wasti. Ik ga haar doden. Halt! Haman. Koningin Esther. Wat kan ik voor je doen? Ik wilde u, maar ook Haman uitnodigen voor een diner. Hoor je dat? Koningin, natuurlijk. Wij gaan graag op je uitnodiging in. Dankjewel. En ik ook. Hey, ben je nou helemaal gek geworden? De vrouw van de koning aanraken? Laat ik dat nooit meer zien. Oh. Kijk eens, mijn liefste. Een druifje. Voor mijn duifje. Ja. Maar koningin Esther, ik kan me zo voorstellen dat je hier niet ons voor niks hebt uitgenodigd. En daarom wil ik je vragen, vraag wat je maar wil. Al is het de helft van mijn koninkrijk. O koning, als ik uw hart heb gewonnen en het is goed in uw ogen, laat mij en mijn volk dan in leven. Want er is iemand die heeft een plan beraamd om mijn volk om te brengen. Wat? Jou om te brengen? En jouw volk? Wie dan? Hij. Haman? Hij heeft een wet uitgevaardigd om alle Joden om te brengen. En ik ben een Jodin. Hij zal ook mij doden. Maar wat? Wachters! Grijp deze man! Maar het maakt allemaal niks meer uit. U hebt die wet toch al uitverkondigd met uw zegel. Dus het kan niet meer anders. En ik zal die Mordekai in mijn graf meenemen. En alle Joden met mij. Dat is dan misschien wel waar. En ik kan misschien die wet niet terugroepen. Maar ik kan hem wel wijzigen. En dat zal ik ook doen. Vanaf nu is het zo dat op de 13e dag van de 12e maand Adar de Joden in staat worden gesteld om zichzelf te verdedigen. En nu weg met deze man. Geef hem het lot wat hij voor de Joden had bedacht. Oh, Heere God, u heeft een oplossing gegeven. Ik ben u zo dankbaar. En nu? Nu heb ik deze ook niet meer nodig, want ik heb helemaal geen geheimen meer. God is zo goed. Ringetjes. Oh, kom mijn papi. Mijn precious. Kijk eens. Wow, vond je dat geen geweldig avontuur? Ik heet Jitja. Dat betekent geliefde God. Ik ben een kind van God. Je praat. Oh, ik heb je nog zoveel te vertellen. Maar ga ook mee. Ik hoor een melodie, als een symfonie. U omringt mij met een lied. U bevrijdde mij van mijn vijanden en neemt mijn angsten weg.
Ik ben niet langer een slaaf van angst. Ik ben een kind van God. Ik ben niet langer een slaaf van angst. Ik ben een kind van God. U hebt mij gezien in mijn moeders schoot. Liefde riep mijn naam. Nu ben ik uw kind, een deel van uw gezin. Uw hart klopt in mijn hart. Ik ben niet langer een slaaf van angst. Ik ben een kind van God. Ik ben niet langer een slaaf van angst. Ik ben een kind van God. Ik ben niet langer een slaaf van angst. Ik ben een kind van God. Ik ben niet langer een slaaf van angst. Ik ben een kind van God. Oh, 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 oh. Zodat ik Rachel kan vertellen dat ik haar boeken niet meer hoef te dragen en haar lunch niet meer mee te nemen. Want ik ben geen slaaf meer, maar ik ben een kind van God. En daar wil ik haar natuurlijk mee helpen, zodat zij ook een kind van God wordt. Goed plan. Amen. Nou, dan stel ik voor, we gaan naar de tijdmachine en die schakelen we in en dan gaan we terug. Eens even kijken. Nou jongens, terug, hou je vast en dan gaan we. Hey Bastiaan en Deborah. Hey. Jij lijkt wel een beetje op Ham. Laat maar. Nou, kijk, dit is dus Jaditja, onze nieuwe vriendin. En we hebben zoiets bijzonders meegemaakt. We gingen namelijk met de professor gingen we naar. Wat een geweldig verhaal hebben jullie meegemaakt. Inderdaad, van Esther. En weet je, als je dat hele stuk leest in de Bijbel, in het Bijbelboek Esther natuurlijk, dan zie je dat Haman en Mordecai nog iets heel gaafs meemaken, wat echt humor is van God. Echt waar, die Haman die moet zo diep gaan. Echt gaaf. Hey, weet je,
Het is zo'n geweldig verhaal. Esther, die zo vertrouwde op God. Ja, en ook het volk wat ging bidden en vasten in een benarde situatie. Want reken maar dat ze bang waren dat hun leven eraan ging. Weet je, soms ervaar je dat zo. En misschien wel in deze tijd dat je denkt, niks is meer wat het was. Niks is wat het lijkt. Maar weet je, hou vol. Want de Heere God heeft een machtig plan. En die zal nooit zijn kinderen alleen laten. En ook al ben je bang, dan staat er in de Bijbel, in Psalm 27 vers 1. Ik zal je in het licht zetten en je hoeft niet bang te zijn. En ik zal je beschermen. Dat is wat God zegt tegen ons. Je hoeft niet bang te zijn. Want Hij is jouw redder. En weet je, dat kan je alleen ervaren als je echt de Heer Jezus in je hart uitnodigt. Want Hij is je redder. Hij voorkomt dat je bang wordt. Hij zal je bevrijden van elke kwelling, van wie dan ook. Hey, en jullie zijn er live bij geweest. Ik wou dat we erbij waren, Deborah. Ja. Maar één ding kunnen we zeker met zekerheid zeggen. Je kunt niet leven zonder Jezus. Je kunt niet leven zonder Hem. Zullen we dat lied zingen? Dat lijkt me echt een goed idee. Ja, je kunt niet leven zonder Hem. Niet zonder Jezus. Komt-ie. Drummen zonder stokken, drummen zonder stokken. En bezem zonder steel, bezem zonder steel. Tennis zonder racket, tennis zonder racket. Oranje zonder geel, oranje zonder geel. Vliegen zonder vleugels, vliegen zonder vleugels. En schaatsen zonder ijs, schaatsen zonder ijs. Zwemmen zonder water, zwemmen zonder water. En nasi zonder rijst, en nasi zonder rijst. Dat zijn er van die dingen die niet kunnen. En als je denkt van wel, dan heb je het mis. Zo kun je ook niet leven zonder Jezus. Omdat Hij het leven is. Je kunt niet leven zonder Hem. Nee, 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 nee. Je kunt niet leven zonder Hem. Nee, 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 nee. Je kunt niet leven zonder Hem. Nee, 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 nee. Niet zonder Hem. Piano zonder toetsen. Piano zonder toetsen. En tosti zonder brood. Tosti zonder brood. En pingpong zonder tafel. Zonder tafel. Oranje zonder rood. Oranje zonder rood. Fietsen zonder wielen. Fietsen zonder wielen. En voetbal zonder goal. Voetbal zonder goal. Koken zonder pannen. Koken zonder pannen. En schoenen zonder zool. Schoenen zonder zool. Dat zijn zo van die dingen die niet kunnen. En als je denkt van wel, dan heb je het mis. Zo kun je ook niet leven zonder Jezus. Omdat Hij het leven is, je kunt niet leven zonder Hem. Nee, 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 je kunt niet leven zonder Hem. Nee, 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 je kunt niet leven zonder Hem. Nee, 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 niet zonder Hem. Je kunt niet leven. Je kunt niet leven zonder Hem. Nee, 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 je kunt niet leven zonder Hem. Nee, 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 je kunt niet leven zonder Hem. Nee, 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 niet zonder Hem. Niet zonder Hem. Ja, en dan zijn we alweer aan het eind van deze aflevering gekomen. En ik wil je super bedanken dat je keek. En weet je, ik zou niet willen eindigen zonder dat we die koning, Jezus Christus, onze redder, ja, dat we tot Hem zullen komen. En dat we Hem bedanken voor deze mooie aflevering. Maar bovenal dat Hij voor ons aan het kruis ging om ons te redden. Zullen we dat met elkaar doen? Heer Jezus, wat een wonder, Heer. Heer, als we zo naar het verhaal van Esther hebben gekeken, dat U zo'n wonderlijk, ja, wonderlijk wonder heeft gedaan in het leven van Esther, in het leven van Mordecai. Heer, en het hele volk daarin meenam. Want Heer, U bent trouw aan Uw volk en U bent ook trouw aan ons. Heer, want U bent gisteren, heden en tot in eeuwigheid hetzelfde. O Heer, wat bent U groot, wat bent U machtig. U ging voor ons aan het kruis, om voor ons te sterven, om ons te redden. En daarom kunnen we niet leven zonder U. En ik bid zo een zegen voor al die kinderen thuis, en voor al die ouders en opa en oma's die ook kijken. O Heer, wilt U hen diep in hun hart raken.
dat ze zullen merken dat u van ze houdt. Dat u voor ze zorgen wil. En dat u naar hun uitziet. Heer, en ik dank u dat we zo aan het einde zijn gekomen van deze aflevering. En ik wil u prijzen, Heer, voor wat u in ons leven gaat doen. Ik wil zo een zegen bidden in de naam van Jezus. Amen. En vergeet het niet, je kunt niet leven zonder hem. En jullie zien we gauw weer, heel gauw, in de kerk. En tot die tijd kan je gewoon op YouTube ons volgen. God zegen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg. Doei. Doeg.